Dat komt een hele berg van. Dat is zo veel als niet staan, dat we niet doen, dat we niet tegenaan leven. Dat is ook kijk, ik wil niet terug kijken. Ik was een boerenmeisje uit Duitsland. Blauwe ogen, blozend, guitig en sterk. En de eerste plek waar ik werkte was bij Thomas Green. Op een zomerse dag, toen zijn weg was, kwam hij de keuken binnengeslopen. Hij nam mij recht in zijn armen en kuste mij op mijn keel. Ik draaide mijn hoofd. Geen van ons scheen te beseffen wat er dan gebeurde. En ik weende om wat er van mij worden zou. En ik weende en weende toen het niet langer verhuld bleef. Op een dag zei mevrouw Green dat ze het begreep en dat ze er geen ophef over wou maken. En, daar zij kinderloos was, het wou adopteren. Hij gaf haar een hoeve om het stil te houden. En daarop bleef zij binnenshuis en strooide geruchten rond alsof het haar zou gebeuren. Alles ging goed. En het kind werd geboren. Zij waren heel lief voor mij. Later trouwde ik Gus Wegman. En jaren gingen voorbij. Maar bij politieke meetings, wanneer de omstanders dachten dat ik weende om de welsprekendheid van Hamilton Green, dat was het niet. Nee, ik had willen zeggen, dat is mijn zoon. Dat is mijn zoon. Liebster meine, liebster meine,